We hebben het hier regelmatig over buikspieren. Waarom, vraag je? Wel, het is en blijft jammer genoeg een hele hype en hardnekkige fabel dat een sixpack het doel moet zijn en de weg is naar een gezonde en fitte levensstijl. Laat staan dat het de oplossing is voor je fitness en je gezondheid. Het doel van deze video is om je eerder duidelijk te maken waarom je diepe buikspieren je aandacht verdienen in tegenstelling tot die oppervlakkige rechte buikspieren. Roll the intro. Hey team, welkom terug bij ons kanaal FitFacts, waar jouw veelgestelde vragen over fitness, gezondheid en een actieve levensstijl beantwoord zullen worden. Soms doen we ook workouts en vandaag toon ik je onder andere een aantal oefeningen. Je diepe buikspieren, meer bepaald je transversus abdominis en je musculus obliquus internus abdominis, zijn het korset, het natuurlijke korset van je lichaam. Deze dwarse en schuine buikspier zorgen onder andere voor de krachtoverdracht van je benen naar je armen en je bovenlichaam, maar ook omgekeerd. En ze zijn een stevige pilaar en basis voor de rest van je lichaam, ook wel je core genoemd. Die term core wordt te pas en te onpas gebruikt, of beter gezegd misbruikt. Dus die term laten we hier even achterwege en gebruiken we liever niet. Wil je nog meer weten over de anatomie van je lichaam? Check dan andere video's van ons, ik link ze hieronder. In deze video wil ik met jou een heel aantal coördinatie- en controleoefeningen overlopen. Niet alleen van die buikspieren, maar van je hele pillar. Die oefeningen spreken dus niet alleen je buikspieren aan, maar ook je bilspieren, bekkenbodemspieren, rugspieren en zelfs je diafragma, je grote ademhalingsspier, zullen worden aangesproken. Het doel van de oefeningen is om een goede basis te leggen wat betreft houdings- en spiercontrole. We gaan ervoor zorgen dat je deze spieren kan gebruiken en dat je ook controle hebt wanneer je zwaardere oefeningen gaat doen, zoals bijvoorbeeld trainen met losse gewichten, met een barbell, met een kettlebell enzovoort. Tot zover het waarom. Hier zijn de oefeningen. Oefening nummer 1. Hol bol. De cat spine oefening, of de cat cow, whatever you want to name it, is een oefening waarbij je leert de grenzen van je lichaam, van je rug op te zoeken. Wat is een volledige holle positie? Wat is een volledige bolle positie? En je kan hierbij zelfs het onderscheid maken tussen het hol bol bewegen van je onderrug, terwijl je bovenrug stil blijft, of omgedraaid, je bovenrug holbol maken samen met je hoofd, terwijl je onderrug en je bekken stil blijft. Is dit nieuw voor jou, dan kan het zijn dat de beweging best wel wat schokkerig wordt uitgevoerd en dit is nu net die controle die we gaan zoeken. Volhouden en veel herhalen is de boodschap. Oefening nummer 2. De bekkenkanteling. Er zijn heel veel krachtoefeningen waarbij deze bekkenkanteling een rol gaat spelen en waarbij je goed moet kunnen corrigeren of de bepaalde positie moet kunnen aanhouden. Hoe leren we dit aan? Wel, in ruglig met je knieën gebogen. En opnieuw hier kan je die volledige holle en volledige bolle positie zoeken. Maar waar we naartoe willen is een bekkenkanteling waarbij je je rug relatief afvlakt en het idee hebt dat er een papier onder je rug ligt. En ik, als ik irritant kom doen, mag ik dat er niet onderuit kunnen trekken. Maar wanneer je je terug ontspant en ik het papier er wel uithaal, mag het niet gekreukt zijn. Waarmee ik bedoel dat je niet te hard moet duwen in de grond, maar letterlijk gewoon je bekken kantelt en eigenlijk zou moeten kunnen aanhouden voor een heel lange tijd zonder moeite te worden. En dat zou niet het geval zijn wanneer je al je force en al je kracht steekt in het bol maken van die onderrug. Got it? Oefening nummer 3. Dit is een heuprotatie, waarbij we het gaan dissociëren tussen het bekken en het been. Dat betekent dat je ene heup zal gaan bewegen en in een kleine hoek naar buiten zal kantelen, zonder dat je ander been beweegt en zonder dat je bekken of je romp meedraaien. Je kan dit zelfs doen met een miniband om het moeilijker te maken en wat weerstand toe te voegen.
Doe dit genoeg aantal herhalingen, want je zal zien dat vermoeidheid hier een grote rol speelt. En ik begin bijvoorbeeld te trillen na een tijdje. En dan voel ik dat ik me echt moet concentreren op die controle en het stilhouden van dat andere been. Oefening nummer 4. Echt een superbelangrijke voorlopers voor sporters in het algemeen. En dat is de hip hinge. Waarom? Omdat we daarbij die bilspieren echt gaan targeten en gaan aanspreken en gaan optrainen. Technisch is de hip hinge eventjes zoeken. Je gaat op één been staan met een zachte knie. Dat betekent dat je ze niet overstrekt, maar gewoon lichtjes buigt. Sta je in die positie, dan zetten we dat been vast. We gipsen dat helemaal in, zodat het niet meer kan bewegen. Vanaf nu is je beweging enkel uit je heupen, uit je bekken. Je gaat één heup opheffen en volledig laten zakken. Dus je brengt hem boven de andere heup, moest je een lijn doortrekken. En dan terug onder de andere heup, moest je opnieuw een lijn doortrekken. Ook hier moet je voldoende herhalingen doen om echt die verzuring te voelen in je bil en het te voelen branden. De laatste oefening, oefening nummer 5, is een soort van swimmer. Deze oefening bestaat uit 3 stapjes en je gaat op je buik liggen hiervoor. Stap nummer 1 is het kantelen van je bekken. Die bekkenkanteling die ken je al, want die hebben we gedaan in oefening nummer 2. Deze is nu wel iets moeilijker, want je ligt op je buik. En dan is het altijd iets moeilijker om aan te voelen wat je nu juist doet en om de beweging groot genoeg te maken. Je zal voelen en merken dat je bilspieren automatisch mee gaan werken. En dat is iets goeds, dat is een goed ding. Na stap 1 hou je die bekkenkanteling aan en breng je je schouders naar de lucht zonder helemaal met je rug omhoog te komen. Zoals je ziet zijn mijn handpalmen op dit moment naar het plafond gericht. Dit zal veranderen wanneer ik de beweging met mijn armen uitvoer. En dat is stap nummer 4. Dit is eigenlijk de eigenlijke oefening, de beweging, waarbij we onze handen naar voren gaan brengen en ondertussen onze palmen naar de grond doen wijzen. We brengen onze handen daarna terug naar de initiële positie en we overlopen terug de 3 beginnende stappen, maar in de omgekeerde richting. Dus onze handen zakken naar de grond, dan pas lossen we onze schouders en als laatste mag je ontspannen in die bekkenkanteling en zal je zien dat je rug weer wat doorzakt en hol wordt. En dit is een heel goed voorbeeld van die controle, van het leren bewegen en het leren aanspannen of gebruiken van bepaalde spieren. Moet dat altijd zo analytisch? Nee, zeker niet. Maar het is goed om het te kunnen, zodat je later een automatisme hebt gecreëerd of alleszins weet hoe je bepaalde dingen moet doen of moet uitvoeren, omdat je de basis kent. En eens in een complexere oefening is het niet altijd evident als je dit nog nooit gedaan hebt. Conclusie. Core stability is dus een heel ruime en niet zoveelzeggende term. Wat we hier proberen te bereiken en wat ik jou probeer duidelijk te maken, is dat die controle van je houding en van bewegingen een goede basis is voor eender welke sport of wanneer je gaat opbouwen in krachttraining. Om af te sluiten, de vraag van de dag. Ga je met deze oefeningen al aan de slag gaan? En heb je dit gedaan? Laat me dan weten welke er goed ging en met welke je nog heel veel moeite hebt. Want dat is oké. Practice is key. Gewoon consistent blijven oefenen. Zet het even in de comments, net zoals andere vragen die je hebt. Alle andere informatie kan je terugvinden in de beschrijving onder deze video. En dan zie ik jou heel graag terug in een van onze volgende video's. Stay active, keep working out. See you soon. Bye.